Goedemiddag. Vandaag ga ik jullie strakke krullen 2.0 laten zien en we gaan fruit designs maken. We gaan beginnen. Nou, strakke krullen 2.0. Vorige keer heb ik natuurlijk laten zien hoe je de krullen opbouwt. En jullie zijn daar lekker mee aan de slag gegaan. Ik heb hele leuke dingen voorbij zien komen. En ik heb een variant gemaakt met Mind Your Mint. En ook daar kwamen veel reacties op. Dus vandaar dat ik hem ga laten zien. Pepijn is er natuurlijk ook. Nou, je bent de eerste die mij aankondigt. Hallo allemaal. Ik ga weer jullie vragen doorzetten, dus schroom niet. Ik zie alles hier gebeuren en dan stel ik de vragen via de microfoon hier aan Linda. Social distancing. Zo is het. Laten we maar gewoon gelijk beginnen. Ik ga beginnen met de kolenpop te lakken. En dat ga ik dus doen met de Mind Your Mint. Dat is een van de nieuwe kleuren, hè Lin? Ja, van de nieuwe voorjaarscollectie, Jumping into Spring. Zal ik alvast eens even laten zien wat je gaat doen? Haal je hand eens weg. Oh ja, dat is misschien wel handig. Ik had al tips voorbereid. Ja, heel mooi. Kun je ze ook even onder topshot laten zien? Ja. Cool. Heel cool. Ja, cool. Ik had ondertussen natuurlijk al gewoon kunnen gaan lakken. Je kunt niet alles, hè, tegelijkertijd. Ik breng maar één laagje kleur aan. In principe is die dekkend genoeg. En in de natte gel polish ga ik wat chameleon flakes aanbrengen. In de nog natte gel polish? In de nog natte gel polish. De chameleon flakes die zijn transparant. Dus het licht gaat daar gewoon doorheen. Oké. Okay. Met mijn detailer 3 haal ik wat flakes uit het potje. En ik breng ze in het midden gewoon wat aan. Kun je hem eventjes onder topshot zetten? Oh hand? Ja. Ja, dankjewel. Blijft toch een dingetje om het midden te vinden. Ja, dit is met alles in het leven. Nou, Desiree Nijhoff is aan het kijken. Ze is net terug van haar dagelijkse wandeling om fit te blijven. Is net op tijd. Jessica zegt hallo allemaal. Helene zegt, nou, hi Pepijn, krullenbol. Ja, ik heb van nature krullen. Ik wist niet dat het zo lang, als het zo lang wordt, wordt het plotseling krullen. Verder zijn er heel veel mensen aan het kijken. Etty, daar gaan we weer. We zitten er weer klaar voor. Bianca van Steeneren, yes, gehaald. Hallo, zegt Irene Vossen, die keek gisteren ook mee. Ik moet zeggen dat ik het wel heel leuk vind dat jullie allemaal zo meekijken, hoor. Want heel veel mensen die ik nu zie, zag ik ook gisteren in de live en ook dinsdag. Dus ja, ik heb trouwens iets leuks te vertellen. Want jij bent aan het uitharden, hè? Ja. Dinsdag ga ik natuurlijk weer live met Wendy en dan gaat zij die vierkante C-curve nagel, dus echt een hele vierkante abstracte nagel maken met bewegende delen. Op donderdag ga ik live met Annelies, de Brabander. En dan gaan we wedding nails maken. 3D wedding nails. Toevallig kwamen wedding nails namelijk van de week aan bod. Er werd er om gevraagd. En op vrijdag, kom jij dan weer? Ja, lijkt me gezellig. Moeten we alleen nog even bedenken wat je gaat maken. Nou, misschien heeft iemand een idee. Want vandaag hebben we daar natuurlijk ook gehoor aan gegeven. We gaan straks fruit laten zien. Dus heb je een idee, laat het weten. En ik wil ook nog even iets zeggen. Ik zie heel vaak dat mensen vragen online, weet je waar je ergens leuk online kan meekijken naar nail art workshops of naar iets anders? Nou, zou je mij een keer lol willen doen en eens zeggen van kijk eens naar Nail Talk Live. Want ik zie ons eigenlijk helemaal nooit genoemd en we doen echt best wel veel, denk ik. Maar ja, misschien ja, is dat niet aardig om te vragen, maar ik doe het toch. Lin, we gaan beginnen. Nou, de gel polish is uitgehard. Ik heb de flakes dus mee uitgehard. En nu ga ik wat kleur aanbrengen. Dat heb ik al op mijn paper palette aangebracht. Ja, en ik ga naar je paper palette, ja. Ja, hier ligt iets. Gaan we dat al laten vertellen wat het is? Of gaan we dat straks doen? Nou, dat komt straks wel. Oké. Ik ga beginnen met de color concentrates. En mijn ondergrond is groen, dus, en ik wil nu wat donkergroen aanbrengen. Dus ik meng blauw met een beetje geel. En dat ga je doen als een soort schaduweffect? Ja, dat ga ik over de flakes aanbrengen. Oké.
Gewoon hier en daar, waar ik denk dat het leuk is. En dan is het wel belangrijk dat je natuurlijk een transparant product gebruikt, hè? Precies. Vandaar de Color Concentrates. Die zijn transparant, wel heel sterk gepigmenteerd, dus je hebt maar een klein beetje nodig. En die ga ik hier en daar gewoon hartsenflatsen over de flakes. Zodat je de flakes wel nog een beetje door ziet schijnen. Oh ja, leuk. Dat zou je natuurlijk ook met limegroen kunnen doen, hè? Neongroen. Ja, zeker. Zeker, of met de glass gels kan dit ook. Ja, dus als je dat toevallig wel hebt en niet de color concentrates. Ja, kan. Nou, gaat dit weer in de lamp. En ik zet hem nu alleen eventjes vast, 10 seconden. En dan ga ik hem aflakken met Extreme Matte Top Gel, omdat ik dat fijn vind om op te schilderen. Oké, ik heb toevallig een vraag. Wacht even hoor, ik ben weer eventjes op verschillende media bezig. Er stond namelijk, ja, Josephine Dijkman die zegt, in het AD las ik, en dat was geloof ik al eergisteren, in de avond was dat, werd dat gepost, dat het misschien mogelijk is dat we al eerder weer open kunnen gaan. En dat de contactberoepen weer open kunnen gaan. Ik heb datzelfde gelezen. Ik heb daar nog geen, ik heb niet meer informatie, maar het is misschien wel goed voor jullie om te weten dat het protocol zoals wij dat hebben opgesteld, en ik wil even aangeven dat het een protocol is wat niet specifiek over Magnetic gaat en ook niet specifiek over Magnetic producten. Maar het is een protocol wat we hebben opgesteld zodat alle nagelstylisten weer aan het werk kunnen gaan. Of je nou wel of niet met Magnetic werkt, dat maakt niet uit. Maar dat protocol ligt intussen al ter beoordeling. En we hopen daar misschien vandaag al, en anders krijgen we daar dinsdag antwoord op. Want dat protocol is in mijn ogen wel heel belangrijk, zodat we open kunnen gaan. En ik snap dat het protocol niet aan iedereen zijn wensen tegemoet komt. Maar we hebben geprobeerd een zo goed mogelijke balans te vinden tussen haalbaarheid en snel weer open gaan. En er zijn best wat discussies over. Maar bijvoorbeeld hele dure mondmaskers, die dure mondmaskers die kosten op het moment tussen de 8 tot 12 euro per stuk. En we kunnen niet in een protocol dan gaan opstellen dat zowel de nagelstylist als de klant dat moet dragen. Want dat maakt de behandelprijs gewoon ontzettend veel hoger. Dus er zijn allemaal redenen. Maar wat ik weet is dat het protocol nu ter beoordeling ligt. En dat we daar uiterlijk dinsdag een reactie op krijgen. Dus ik ga daar zeker in Nail Talk Live woensdag over praten. Maar het gaat niet om mij. Het gaat om jullie en om Lynn. Ja, het is wel een belangrijk onderwerp natuurlijk. Ik heb de Extreme Matte aangebracht, die is uitgehard en ik ga nu krullen schilderen. Ik ga de krullen nog niet heel uitgebreid maken. Dat komt pas in mijn tweede laag, want ik ga de nagel opbouwen in lagen. Ja, in net lagen. Als met de bloemen van Julia. Dat hebben jullie vast wel gezien, dat, met de Silk Flowers, hè, daar gaat ze de Frosted Pink lakt ze eroverheen. Wat ik ga doen is een klein beetje hetzelfde idee. Dus ja, kijk maar mee. Ja, even goed zorgen dat je in het midden zit. Ja. Ja. Nou, ik had hem dus al afgelakt met Extreme Matte. En ik ga weer schilderen met een mix van Cerisa Sweeties gemixt met de liner gel. Omdat ik dat fijn vind schilderen. Je zou bijvoorbeeld ook alleen met de liner gel kunnen schilderen. En mijn eerste krullen, die worden eigenlijk nog niet zo strak. Die vallen straks toch een beetje weg op de ondergrond. En ik ga nu wat meer druppelvormige elementen aanbrengen. Ja, dus dan heb je een klein druppeltje aan je penseel. Ja, en ik ben eerst even mijn penseel aan het laden. Dan blijft mijn gel er wat makkelijker op zitten. En dan kan je ook wat langer doorschilderen, zeg maar. Ja, nou, oké, okay. Yes. Dit is wel een hele grote druppel. Ja, Jessica zei dat gisteren ook al, was dat Wendy, altijd kijken naar wat je oppakt. Ja, altijd. En die ondergrond, die heb ik natuurlijk een beetje in een vorm gelegd. Van tevoren bedenk ik al ongeveer het patroon wat ik wil gaan maken. En nou ga ik dus op mijn gekleurde ondergrond, ga ik krul aanbrengen, of eigenlijk een beetje druppelvormen. Ik leg een druppeltje neer, ik leg mijn penseel plat en ik eindig omhoog. Ik krijg iemand die vraagt, what about a bite nail? Different ways of building nails over this type of nail bed. I think it could be interesting.
Dus iemand vraagt misschien, is het leuk om te laten zien hoe je nagelbijters moet doen. Ik denk dat dat zeker een goed onderwerp zou zijn om daar verschillende manieren van werken bij te laten zien. Maar misschien is daar deze periode niet helemaal geschikt voor. Dan moeten we natuurlijk toch echt op model werken. En dan zullen we toch eerst wat maatregelen moeten hebben getroffen. Maar dat kun je wel laten zien een keertje, toch? Sorry. Ik dacht dat je aan het praten was. Ja, dat ben ik. Maar... Ja, dat kan. Als op het moment dat we fysiek contact weer mogen gaan hebben en volgens het protocol kunnen werken, dan kunnen we dat zeker doen, ja. Ja, oké. Je bent bezig met je compositie. Ja. Ik ga mijn krullen nog niet te dicht schilderen. Mm-hmm. Dus ik leg eigenlijk wat losse elementen neer. Ja. Ik draai mijn tip even om. En ik heb dat bij de vorige krullen... heb ik dat ook gezegd, je kunt de hand van de klant natuurlijk ook altijd draaien. Hè? Ja, of je steunt op de hand van de klant. Bijvoorbeeld. Leg weer een drupje neer, trek hem uit naar boven. En nou ben ik altijd geneigd om hem dan gelijk al best wel vol te maken. Want je ziet meestal ook eigenlijk pas terwijl dat je aan het werken bent, van oh, hier kan nog wel een elementje bij, daar kan nog wel een elementje bij. Ja, en omdat je op een lager gaat werken, is het natuurlijk belangrijk dat je niet te dicht bij elkaar gaat nu. Ja. Want anders wordt het één grote vlek, oneerbiedig gezegd. Ja. Zo, deze trek ik ook nog een beetje uit. Dit ga ik in de lamp doen. Het is liner gel, dus ik lacht hem dan anderhalve minuut uit. Ja, ik vind het wel leuk dat jij altijd die combinatie gebruikt van Cherisa's Sweeties wit en dan de liner gel. Want daar ben je wel echt redelijk uniek in. Ja, dat is dat komt, voorheen schilderde ik altijd met de Extreme White. Die zit in die gele potten, zeg maar, zwart met geel. En daar heb ik mee leren werken. En voorheen met verf. Dus het zijn dunne substanties, zeg maar. En de liner gels kwamen. En die vind ik ook super fijn. Maar ik vind persoonlijk het fijn als het wat vloeibaarder is. En toen ik ging mengen. Voorheen deed ik mengen met. Met Widest White Gel Polish. En dat gaat wel. Alleen dan verloor ik toch een beetje pigment. En in combinatie met de Cerise Sweeties zijn natuurlijk ook sterk gepigmenteerd. Verlies je de pigmenten niet. En je kunt dan ook nog een beetje spelen met de dikte. Soms wil ik het wat dikker hebben, soms wil ik het wat dunner hebben. Dus ja, dat vind ik inderdaad heel prettig. Maar dan vraag ik me toch af, waarom werk je dan niet meer met de Extreme White? Omdat ik, als je die te dik aanbrengt, zeker bij druppelvormige elementen, dan kan het zijn dat die een beetje bubbelt in de lamp. Ja. Dus vandaar dat ik dit dan fijner vind. Ja, dat is, dan kun je ook bijna niet meer herstellen, hè? Nee. En je zou ook bijvoorbeeld alleen met de Cerise Sweeties kunnen werken. Alleen die is dan weer wat vloeibaar. En dan zul je tussendoor vaker moeten uithouden in de lamp om je elementje vast te zetten. Want anders heb je een mooi dun lijntje gemaakt. En dan zal je zien dat die toch net wat gaat lopen. Dus vandaar dat ik het graag mix. Lian zegt, je laat het er altijd zo makkelijk uitzien, maar dat is het echt niet. Met een omgekeerde smiley onderste op zijn kop. En er was wat discussie over of je ook de gel polish zelf een transparante kleur kunt mengen. Maar dat kan inderdaad, hè, als je gewoon transparante gel gebruikt. Ja. Of de glass gels. Of... Ja, kan. Ja. Ja, kan allemaal. Okay. En Lian, hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Zelfs als met het zetten van een basisnagel of het leren autorijden. In het begin is het heel moeilijk, maar hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Dus gewoon doen. Komt goed. Nou, de lamp is klaar. Ja, laat eens even zien. Daar. Nou, dit is dus mijn ondergrond. En nu ga ik met Magnolia Gel Polish. Ja. Ga ik daar overheen lakken. En waarom Magnolia? Omdat die... waarom Magnolia? Ik vind de kleur heel mooi. En je ziet je krijgt dat silk effect. Een beetje hetzelfde als met de Frosted Pink. Ja, want hij is semi-transparant, hè? Juist, dankjewel. Dus die breng ik over mijn design aan. En eigenlijk alleen de baan waar de kleur op zit. Nou, dan kun je eventueel met je detailer het een klein beetje uitblenden, dat je geen dikke rand krijgt. En heb je dit niet in huis, maar wel de fibercoat, de Frosted Pink, kan dat natuurlijk ook. Ja, moet je wel opletten dat je hem dun aanbrengt, hè? Dat is iets makkelijker met de Magnolia. Klopt.
Nou, dit zet ik vast in de lamp. Ook weer even 10 seconden. Tine van Bouwel zegt, ik heb al uren, dagen geoefend op mijn krullen tijdens de lockdown. Ja. Zo heeft ieder nadeel dan toch echt zijn voordeel. We hebben nu allemaal de tijd gehad om toch een beetje te oefenen en te trainen. En ik heb de tijd gehad om met al deze toppers, zoals Linda, Wendy, met iedereen zoveel te werken in de studio. En weer eens te kijken hoe al die technieken zich nou hebben ontwikkeld. Want ik ben natuurlijk in sommige dingen behoorlijk ouderwets. En het is zo leuk om te zien hoe je al die andere dingen tegenwoordig kunt maken. Ik vind het echt heel cool dat is leuk van deze tijd dat ik dat heb mogen doen. Nou, en om terug te komen op het vele oefenen. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik ben op het moment ook heel veel aan het bellen. En om de krullen te leren maken, ben ik eigenlijk begonnen met pen tijdens het bellen. En dan heb je een steunpunt op je papier. En dan, ik vond het namelijk moeilijk. Ik kon wel rechtsom het krulletje maken, maar niet linksom. Dus om die handeling te leren, deed ik dat telkens onder het bellen. Ja, dat is wel een goed idee. Ik heb hem nu afgelakt met de Extreme Mat, top gel. Ja. Omdat ik het dus fijn vind om op de Extreme Mat te schilderen. En ik wil het eindresultaat straks ook mat hebben. Dus vandaar. Heel even wachten op de lamp. Dat duurt altijd lang. Als je erop wacht. Ja, maar goed, dat hoort er nou eenmaal bij. Maar ik denk dat 30 seconden wel voldoende is als je hem als laag gebruikt, toch? Zeker weten. En zou je dit op een klant gaan doen of je werkt op meerdere Colourpops, dan kun je natuurlijk de een in de lamp en met de ander ga je door. Dus dan duurt het niet zo lang. Even kijken. Ja. Nou, nu ziet het er nog een beetje gek uit. Nee. En nu ga ik de rest van de krullen erop schilderen. Ik laad mijn penseel weer. Neem een druppeltje aan mijn penseel. En ik ga nu de krullen die er al op staan, ga ik een beetje volgen. En ik ga ze uitbreiden. Dus ik ga er niet exact overheen, maar ik ga er een beetje naast. Zodat je de ondergrond wel blijft zien. Nathalie van den Heuvel zegt, mooi schort heb je aan. Ja, het is er ook een paar weken, hè, dat schort. Ja, ik vind hem ook echt, ik zeg het iedere keer weer, ik vind hem geweldig. Je hebt straks ook nog de prijswinnaars natuurlijk van vorige week, hè, van ja. De Marble Design. Ja, ik heb leuke dingen voorbij zien komen. Dus ja, die gaan we zo meteen laten zien. En je hebt natuurlijk straks ook nog een nieuwe prijsvraag voor volgende week. En daar kun je een hele coole prijs in winnen, hè? Ja, waar ik dus eigenlijk jaloers op ben, want ik kan hem eigenlijk zelf winnen. Mag ja. Ik ook meedoen? Nee. Ah, oké. Okay. Druppeltje. Ik kijk dus continu naar de hoeveelheid gel die op mijn penseel zit. Sheila van Straten zegt, eerst druk aan het oefenen geweest met ombre, dankzij Linda. Dat lukt nu eindelijk, met die sterretjes in de ogen emoticon. Dus kan nu los op krullen. Yes, goed zo. Leuk. Ik vind het ook heel leuk om te zien dat jullie allemaal, hè, van alles wat we laten zien, wat Jessica laat zien, wat Wendy laat zien, dat dat ook zoveel gemaakt wordt. Dat werkt voor ons ook echt wel heel motiverend. Ja, dat is echt heel erg leuk. Ja. Uiteindelijk zijn dit ook de dingen die het vak zo ontzettend leuk maken. Hè? Art, vormen, spelen met producten. Ja. En ook al maak je nu iets waarvan je denkt, nou, dat is echt heel lelijk of ik ben er niet tevreden over, toch een foto van maken en de tips bewaren, want over een tijdje kan je het beter. Of ben je wel tevreden, dan kijk je terug en dan denk je, kijk, zo ben ik begonnen. Femke van de Snapscheut zegt, Linda, ik wil jouw nagels wel inzenden onder mijn naam voor de prijsvraag. Ja. En dan heel misschien delen we de prijs. Nou, als we hem zeker delen, dan doen we het. Je moet wel het midden handhaven, hè, Lillepin? Oh, ja. Ik ben altijd een beetje aan het zoeken en dan wil ik ergens iets neerzetten. En dan toch twijfel ik ook weer, dat zie je bij mij dus ook. En het loopt niet uit, hè? Het blijft mooi liggen. Ja, dat komt door die mix met de lijnengel. Zou ik dit alleen met de sweeties doen? Ja. Dan moet je hem op een gegeven moment wel eventjes fixeren. Ja. Die doen we daar. En heb je echt dat middenpunt als referentiepunt? Ja,
Ga je daar straks nog iets mee doen? Ja, ik ga hier in het midden straks een steen plaatsen. Ja. Dit is waar alle elementen bij elkaar komen. Dat oogt altijd een beetje rommelig. Mm-hmm. En dan vandaar dat ik daar een steentje op zet. Of je maakt een mooie stip. Of je maakt zelf een steen. Met gemstone gel. En daar dan weer een fleek in. Of glitters. Of... Ik zal even ook iets leuks vertellen. Woensdag, of eigenlijk schakel verkeerd. Dat schakelen, dat blijft een kunst op zich hoor. Ik ga even het eindresultaat... Is het eindresultaat al? Nee hoor. Nee? Oh. Woensdag in de show heb ik aan Julia Vorobieva gevraagd of zij kan laten zien hoe je een gezicht maakt met power gel en gel concentrates en liner gel. En het is niet zomaar een gezicht, het is het gezicht van Chris Hemsworth van de Thor films en nou ja, bekende Amerikaanse acteur. Dat is best een lange demo, maar we gaan jullie er helemaal doorheen praten hoe je nou gezichten moet maken. Ik weet zeker dat jullie dat echt heel cool zullen vinden. Ik vond het in ieder geval echt heel cool. En Chris Hemsworth is natuurlijk ook wel echt heel leuk, zeg maar. Waar ben je nu? Ik ben nog steeds wat elementjes aan het toevoegen. Je houdt wel van veel, hè? Ja, maar ik vind het ook wel in dit geval wel passen. Ik ook, hoor. En ja, je kunt het zo uitgebreid of simpel houden als dat je wil. En ik vind nu eigenlijk, want ik heb hier best wel wat groen zitten. En dat vind ik nu een vlek. Tenminste, zo vind ik hem nu overkomen. Dus hier wil ik nog wel wat toevoegen. Zodat hij nog wat meer naar de achtergrond gaat. Ja. Zo. Dan kunnen hier nog wat druppelvormige elementen bij. Dan wordt het meer één geheel. Ja, alsof het echt één ornament is. Ja. Ik heb gisteren gezien dat je dit soort ornamenten ook op de stempelplaten hebt staan. Dus wat maakt voor jou nou het verschil tussen dit gaan stempelen of het toch met handpainting doen? Ik vind, maar misschien ben ik daar een beetje ouderwets in. Alles wat je met de hand kunt doen heeft voor mijn gevoel sowieso wat meer waarde. Niet oneerbiedig naar het stempelen, absoluut niet. Maar handwerk is altijd iets unieks. Hoewel je van natuurlijk een hele mooie stempel ook iets unieks altijd kunt maken. En zeker als je ziet hoe Jessica dat aanpakt. Ja, ook heel mooi, maar ik vind handwerk is toch wel iets bijzonders. En wat je natuurlijk ook kunt doen, je kunt deze stempels stempelen en die nog uitbreiden met elementen van jezelf. Ik heb intussen ook een vraag van Tine van Bouwel. Hebben jullie ook een Instagram-account? Mijn Facebook is voornamelijk voor de klanten, maar mijn Instagram meer voor collega's. Kwestie van wat reclame te kunnen maken naar de juiste doelgroep. Jij hebt een Instagram-account. Wat is jouw Instagram-account? Mijn Instagram-account is Magnetic Brabant. Magnetic Brabant. En wij hebben ook een Instagram-account. Alleen, wat is ons Instagram-account? Magnetic Nail Design. Oh ja, dat is... ja, soms snap ik het niet helemaal. Het is allemaal zoveel. Maar we gebruiken wel hoofdzakelijk Facebook Live om dit soort workshops te doen. En ook Nail Talk Live natuurlijk op Facebook heeft als voordeel dat het blijft staan. En toch het merendeel van onze gebruiker of van onze doelgroep zich op Facebook bevindt. Ik weet dat dat steeds meer ook Instagram wordt. Dus we zijn ook aan het kijken hoe we dat dan kunnen aanpakken. Maar daar hebben we gelukkig jongere mensen dan ik voor die daar wat meer verstand van hebben. Want dat loopt bij mij een beetje spaak. Wat ben je aan het doen? Ik heb mijn tip al uitgehaald. En ik ga nu een steentje toevoegen. Cool. Dat ga ik doen met de gemstone gel. Ik ga er een paar toevoegen. Ik ga hier al wat grotere en twee kleintjes bij doen. Je kunt ook natuurlijk dat weer aanvullen met bullions. Ja. Alleen zou ik dat wel een beetje minimaal houden, want anders wordt het een overkill aan steentjes. Het moet natuurlijk wel om de krul gaan. Ja, als je nou geen gemstone gel hebt, hè? Ja. Want wij hebben heel veel specifieke producten om te gebruiken op specifieke momenten. Maar zou je dat dan ook met een building base kunnen doen? Ja, ja. Of kan bijvoorbeeld ook een gewone gel? Ja, je zou ook een building base kunnen pakken inderdaad. Dat deed ik voordat wij de gemstone gel hadden ook. En die zou je ook nog wat dikker kunnen maken door een beetje acrylpoeder of
reinforcing spray te kunnen mixen. Dan krijg je echt een beetje cement. Je zou ze ook gewoon in de topgel kunnen leggen. De topgel in de pot is bijvoorbeeld een geschikte topgel. Andere topgels gaan ook, maar wil je echt zeker weten dat het vast zit als een huis, heb je wel een wat stevigere gel nodig. Wat deden wij vroeger in de salon ook alweer? Want toen hadden we dat allemaal nog niet. In een bolletje acryl. Ja. Ja, dat werkte ook altijd heel goed. Ja. Nou. Cool. Dan is hij eigenlijk klaar. En zou je dit dan combineren met die mintkleur op de andere nagels ook? Ja, ik heb de foto die ik gepost heb. Die staat nog steeds gewoon op de Instagram-pagina of op Facebook. Dus zou je eens kunnen kijken. Ik heb daar op de middelvinger en op de ringvinger heb ik krullen gemaakt. En die lopen naar elkaar toe, zeg maar zo hier in het midden. Ja. En dan heb ik de pink en de wijsvinger heb ik gewoon mint gelaten. Maar je zou dan bijvoorbeeld ook op de wijsvinger, dan bij de lunula ongeveer, bij de nagelriem, zou je nog een klein krulletje terug laten komen. Mm-hmm. Je kunt daarmee spelen. Ja, leuk. Ik zou alleen niet, of ja, niet, dat is niet helemaal waar wat ik wil zeggen. Je zou het bijvoorbeeld ook, als ik nou alle tipjes pak, ik heb nu 5 tips. Je zou het op allemaal aan kunnen brengen, maar het wordt wel een beetje druk en kostbaar. Maar als je het mooi vindt, ja, waarom niet? Nou, over kostbaar gesproken, wat zou jij nou aanraden om te vragen voor 1 zo'n nagel? Laten we het bij 1 houden. Ja, dat vind ik altijd wel echt een hele moeilijke vraag. Nou, laat ik hem anders stellen. Wat vraag jij voor 1 zo'n nagel? Dat is ook een beetje een gewetensvraag. Ik heb eigenlijk niet heel veel klanten meer die ik doe. Dat zijn vriendinnen, familie. Dus van mij krijgen ze het meestal. Maar je moet ik zou als met een simpele krul beginnen en die cadeau geven aan de klant. Want dat heb je in een redelijk snelle tijd wel gedaan. En op een gegeven moment ga je gewoon je tijd rekenen. Dus stel je bent een kwartier langer bezig, dan vraag je daar je minutentarief voor. Ja, lekker vaag. Ja, lekker vaag, hè? Ja, ik zou daar misschien 5 euro per nagel voor vragen. Ja, ik vond het altijd een beetje uitdagend. Ik vond het altijd zo leuk om te doen. Ja. Dat bij mij in de salon waren de printen begonnen bij 15 euro voor 10 nagels. Want ik deed nooit iets op maar 1 nagel. Maar ja, de tijden zijn veranderd. Maar ik zou er zeker wel 1 euro of 3 tot 5 voor vragen. Dat maakt het ook een beetje exclusief, hè? En dan wordt het ook als exclusief gezien en ervaren. Ja, en het is natuurlijk ook wel zo, want dat is ook een beetje mijn probleem. En mijn klanten die ik heb zijn mijn vriendinnen en familie. Dus dan is het al wat lastiger om daar geld voor te vragen. Plus, ze zijn ook gewend dat je dat ook voor niks doet. En op het moment dat je daar dan in 1 keer geld voor gaat rekenen, vinden ze dat een beetje gek. En doe je dat de eerste keer gratis, dan kun je ook zeggen van, nou, ik heb iets leuks, mag ik het op je uitproberen, krijg je van mij. En als je dat dan de volgende keer wilt, dan kost dat zoveel. Ja, de truc is natuurlijk, heb ik toen gemerkt in de salon, dat als ze dan eenmaal nail art dragen en ze komen bij de supermarkt of ergens waar mensen hun nagels zien en ze beginnen complimenten te krijgen. Wat heb jij bijzondere? Nou, waar laat je die doen? Oh, laat eens zien. Wat heb je nu weer voor gekke nagels? En dan raakt iemand echt verslaafd eraan en op een gegeven moment wil iemand niet meer anders. Ik heb een aantal opmerkingen, Lin. Namelijk, dat gaat, Whitney van Dreumel zegt echt weer heel erg mooi. En Joby zegt supermooi. Wendy zegt heel gaaf, Linda. Wendy, Maria, wauw, gaat lekker met mijn krullen. We vragen allemaal te weinig, omdat het gewoon te leuk is om te doen, zegt Tine. Wendy Kuhn zegt, een tip, maak je voorbeelden en zet een prijs op je kolopopje. Nou, dat is ook een goeie. Dan zien ze het meteen. Ja. En ik krijg ook een beetje om mijn oren. Ik ben niet echt heel erg oud. Je mag niet zeggen Instagram, maar je moet zeggen Insta. En dat is al licht aan of dat dan je doelgroep is. En dat wordt ook gezegd door Lian. Het is een kwestie van interesse, Pepijn. Waarschijnlijk vind je dat minder interessant. Is namelijk heel herkenbaar. Zij is nog nooit zo snel gedigitaliseerd als afgelopen periode als juffrouw. Ja. Ja, ik denk dat we dat ook jij dat waarschijnlijk wel kent. Ja, en ik ken Lian ook. Ja. Dus ja, klopt Lian. En in dat opzicht ben ook jij op nagelgebied met social media inderdaad wel heel erg gegroeid. En inderdaad, de tip van Wendy, maak kolopops met daarop prijzen. We hebben natuurlijk die tipdoos waar die kaartjes in zitten. Ja, ja. Ja. En dat is heel leuk om daar setjes op te maken en inderdaad op de achterkant een prijsje te zetten. En dan zien klanten ook inderdaad
ja, wat je precies bedoelt. En al doe je dat bijvoorbeeld alleen maar met de glittertjes sugaren of dus alles wat je hebt, dan zien ze ook gelijk hoe dat in een setje eruit komt te zien. Het staat op je tafel of waar dan ook, waar ze kunnen zien. En dan kunnen ze het ook aanwijzen van, hey, dat vind ik leuk. Wat kost het? Ik ga even kijken, want ik denk dat we zo direct eens even naar de inzendingen moeten gaan kijken, Lynn. Ja, denk je ook niet? Want je bent klaar met dit design, hè? Ik ben klaar met deze. Zullen we het nog één keertje laten zien? Gewoon voor als mensen pas net inschakelen wat ze hebben gemist en wat ze dus kunnen terugkijken. Ja. Ik heb deze net gemaakt. Ja. En ik heb deze varianten nog. Zal ik er even naast leggen. En ik realiseer me net... Ja. Van de foto, die zit er hier nog op. Oh, dan moet je hem wel even omdraaien. Oh ja, inderdaad, je ziet het naar elkaar toe komen zo. Ja. Cool. Oh, ik heb een goede vraag voordat we doorgaan. Ik zet je even op frontal. Helene zegt, ik zet alleen nagels bij mezelf. Heb je een tip om mijn verkeerde hand bij te staan bij de krullen? Dus om makkelijk op je verkeerde hand krullen te maken. Ja. Denk ik. Veel oefenen. Nou ja, het is steunen. Goed steunpunt zoeken. En als ik met links zou gaan schilderen... Zal ik even mijn hand... Ja, ik zal even schakelen. Ja, doordat jij steunt... kun je bewegingen gaan maken. En ja, voor de rest is het eigenlijk gewoon hetzelfde opgebouwd. Nou, ik heb ook nog eentje, want wat ik altijd deed... was, ik zit dan te leunen, hè? Je zit dan natuurlijk zo dichtbij, hè? Want anders kun je het niet zien. Maar ik zoek inderdaad steun met mijn pols op mijn andere hand. En, of op je pink. Maar ik beweeg niet alleen mijn penseel, maar mijn nagel ook. Want dan kan ik mijn nagel meebewegen om die lijnen te krijgen. Ik weet niet of jullie dat een beetje kunnen zien, het zal wel een beetje lastig zijn. Maar nee, is wel duidelijk. Eigenlijk zo. Dus een combinatie daarvan. En oefenen. We gaan eens eventjes naar de winnaars. Of tenminste, eerst naar de inzendingen. Ja. We hadden er behoorlijk wat, dus we gaan even kijken. Bijvoorbeeld deze mooie set van Marjan. Van Your Nail Shop. Nou, dit was echt dat marble, hè? Diezelfde combi. Whitney van Dreumel. Hier, deze prachtige designs. Megan, hele mooie marble. Janine. Ook een hele mooie, met een hele mooie blauw kleur van Sandra. Sylvana heeft hem gecombineerd met een full cover en een glitter. Een hele mooie van Sandra Drinkwaard. Sanne Patijn heeft er ook een heleboel ingezonden. En dan komen we bij de winnaars. Oeh, dat ging erg snel. Nou... ik ben niet zo heel handig in dit soort dingen. Wensnagels, Wendy heeft in ieder geval gevonden met haar prachtig, een beetje malachietachtige set, marble. Ja, heel mooi. Mandy Sevaal. Deze vond ik ook zo mooi, omdat daar in de tweede van rechts en in de middelste lijkt net alsof daar een soort bloemetje nog in ligt. Vond ik heel leuk. Ja, ik ga eventjes hier even iets proberen te doen. Ik ga weer eventjes terug, ja. Ja, en deze vond je ook heel mooi, hè? Ja, die vond ik ook mooi, heel fris. Ja, super. Ja. Super. Dus, wat moeten ze doen? Dus die wensnagels inderdaad, Wendy. En hier dan nog een keertje Mandy Sevaal. Ja, die bloemetjes vond je heel mooi. Ja. Ja, is inderdaad heel cool. Heel cool. Nou, en wat hebben ze dan gewonnen? Dan, tadadam, bam. De 4 liner gels en de pigmenten die je vorige week hebt gebruikt. En vandaag kunnen ze weer iets winnen, toch? Ja. Gaan we het dan vertellen? Doe maar. Ja. Nou, er komt natuurlijk een nieuwe gel polish collectie aan. De zomercollectie, de cocktails. Summer cocktails. Sorry, de summer cocktails. En jij kunt als eerste die gel polishes winnen. Dus de hele collectie. En daar ben ik jaloers op. Ja, dat is een hele mooie prijs. Ja, en ik ga zo meteen fruit designs laten zien. Die heb ik ook met de nieuwe kleuren gemaakt. En nou ja, als jij een mooie fruit... Een fruitcocktail wilde ik zeggen. Als jij iets leuks met fruit kunt maken en een mooie krullen design kunt insturen, dan, en je wint, dan win je dus dat mooie gel polish pakket.
Maar eerst natuurlijk, is jouw naam zojuist genoemd als winnaar? Stuur een mailtje naar info@nailtalklive.com. En dan zorg ik ervoor dat de prijzen na Koningsdag op dinsdag naar jullie toekomen. Dus info@nailtalklive.com. Waarschijnlijk heb je die foto daar ook al naartoe gestuurd, maar gewoon even om zeker te weten dat het allemaal gestructureerd blijft. Want anders is het mogelijk dat we wat vergeten of wat verkeerd doen. Want we doen best veel prijsvragen de laatste tijd. Maar dat is ook natuurlijk omdat het heel leuk is om cadeautjes weg te geven. Superleuk. Nou, dit om nog heel even in de krullen te blijven en ja, om vast wat nieuwe kleuren te laten zien, heb ik twee ombres gemaakt en daar wat krullen op gemaakt. Dus kijk maar eens. Oh. Jeetje, dat is wel heel vet. Cool, hè? Felle kleuren. Ja. Ik hou ervan. Ja, prachtig. Maar ook mooi. En welke zwart heb je dan nu gebruikt? De mix van Linogel Black en de zwarte Syriza Sweeties. Oh. Ja, nou en matte echt ondergrond. En ik heb daar natuurlijk opgeschilderd en die niet afgelakt. Dus daar hou je een glanzend effect over. Heel mooi. Echt heel mooi. Oké, maar het fruit. Ik vond het best een uitdaging, hoor, om het te maken. Maar het is gelukt. There we go. Nou, dat is wel heel zomers. Ja. Het is wel echt... Kijk die felle zomerse kleurtjes. Ja, echt heel erg leuk. Ik kan ze nog wel een keertje een foto van maken en posten. Dat is misschien wel leuk. Een meloen, een papaya, een kers. Nou, een citrusfruit. Grapefruit heet dankjewel. Dat. Druiven, kersen. En ik heb vlinders met in de vlindervleugels vruchten. En dit wil ik gaan laten zien. Die? Ja. Oké. Ik ga er met de watermeloen doen, deze. Cool. Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, we beginnen natuurlijk met het lakken van een Colourpop. En ik ga lakken op een witte ondergrond. Mm-hmm. En daarna lak ik hem af met de Extreme Matte Top Gel. En gewoon één laagje wit? Ja, gewoon één laagje is genoeg. Hij dekt heel mooi. En dat doe je om extra veel contrast te hebben of kleurdiepte? Ja, ja. Zodat de vlinder er mooi uitspringt. Nou, mensen vinden het heel gaaf. Lian zegt, dat is gaaf. Joey, wat leuk. Desiree zegt, wat gaaf. Wendy, wauw, cool. Ingeborg, gaaf en sappig. Dat is echt weer typisch Ingeborg natuurlijk. Cheryl zegt, om op te eten, zo mooi. En Whitney zegt, echt gaaf. En Desiree Nijhoff, je krijgt er gewoon trek in. Nou, nu jullie allemaal hebben gezegd dat je er trek in van krijgt, krijg ik plotseling ook trek. Nou. In een cocktail. Nu heb ik trek in iets anders, inderdaad. Een lekkere mojito of zo. Mm. Ik ben ook wel heel benieuwd naar de namen straks van de gel polish. Per kleur. Je hebt er één al genoemd. Oh. Ja. Cool. Verder zeg ik niks. Ik vond het in ieder geval heel leuk om er alvast mee te werken. En ik vind het ook echt super cool dat iemand gewoon die set kan winnen. Ja, en dan als eerste, hè? Ja. Nou, extreem mat erop. Op de Colourpop is 10 seconden even om hem... Nee, sorry, wel even 30 seconden uit te houden. Ja, want bij 10 seconden is die tech toch echt nog glanzend, hè? Juist. Nou, Jessica krijgt ook spontaan zin in cocktail time. En Desiree zegt sangria met fruit. Dan heb je het alle twee. Heel goed idee. Maar een strawberry daiquiri is ook een combi, is ook lekker. Wanneer komen ze, Pepijn, de nieuwe kleuren, vraagt Marjan van Brummelen. Dat is over een paar weken. Dat is echt nog even wachten, nog een paar weekjes. En Desiree de Jonge zegt mojito. Ah ja, jij hebt hem gehoord. Wat vrolijk, lekker zomers. Ja, we hebben wel wat lekker vrolijks en lekker zomers nodig. Hè? En in de zomer, als de zon gaat schijnen, heb ik altijd zin in felle kleuren. Hoewel er ook, dat heb ik gisteren al verklapt, maar ik verklap het jullie nu ook, er een hele mooie koningsblauw aan zit te komen. Echt een prachtige kleur. En Jessica kwam al meteen met het idee, combineren met panterprint. Nou, ik zie het helemaal voor me. Ik zou het liefst dit weekend de wanden in mijn huis blauw gaan maken, koningsblauw. En leuke panterprintkussens. Ja. Ja. Nou, misschien is het ook wel leuk om inderdaad de kan sangria te schilderen met daarin fruit. Ja, of gewoon om hier te hebben. Nou, we gaan verder. Anywho, matte ondergrond. En met mijn detailer 3 en mijn mix van Malina White
ga ik de vlindervleugel maken. Zodat ik straks weet waar alles komt. En die zet je gewoon grof neer, denk ik. Ja. En hij valt half van je... Ik vind dat met de vlinder altijd het mooiste. Om of een halve vlinder te maken. Dit wordt dan natuurlijk het grootste blad, wilde ik zeggen. Vleugel. Mm-hmm. Dan zou je er hierachter nog eentje kunnen schilderen. Dan onder twee op dezelfde manier. Zodat die één kant op vliegt. Ja. En als je een hele vlinder gaat doen, vind ik het wel altijd mooi als die van het nagel afvalt. Omdat het anders zo plat wordt. Ja, anders wordt het ook een beetje een soort kruising op de nagel. Ja. Hier iets rechter. Nou, Lian gaat in ieder geval zaterdagavond een poging wagen. Leuk. En Jessica zegt, can't wait, super toffe lijn in nieuwe kleuren. En ook Janine zegt dat ze het superleuk vindt. En dan add iemands naam. Hm. Wordt dan iemand erin getagd of zo? Ja. Oh. Ja, zo leer je iedere dag. Nou, ik heb nu twee vleugels staan. Is het belangrijk dat het nu dan helemaal smooth is? Ja. Er komt nog wel gelpolish op, maar ik vind... fruit is ook niet glad. Er zit ook wel de structuur in. Dus in dit geval vind ik het niet erg. Maar wil je een strak eindresultaat hebben, dan moet je natuurlijk wel ervoor zorgen dat de ondergrond mooi glad is. Oké. En dan zou je dat weer makkelijker kunnen doen met puur liner gel. Dus hem niet mixen. Oké. En Jessica zegt, kijk straks op Neil Talk Live pagina Pepijn Borel. Er is een foto gepost met die gave combinatie Royal Blue en Panterprint. Ik ga zo kijken. Alleen als ik nu wegga, weet ik niet meer zeker dat ik ook weer terugkom in bij de comments. Dus dat is niet zo, maar ik ga zo kijken, Jess. Nou, ik laat de vleugels inmiddels even uitharden. Maak mijn detailer 3 schoon in de base en top. Ja, dat doe je met een soort pompende beweging, hè? Ja, ik leg hem eigenlijk kloppen. Ja, klopt. Ja, kan ook, ja. Nu kloppen de pigmenten komen omhoog. Ja, dat is ook echt een hele handige tip die ik heb opgepikt. Want ik was altijd bezig met prep en wipe en dan steeds maar dat penseel schoonmaken. Ja. Maar op een gegeven moment wordt het daar toch niet beter van. Want je rolt echt behoorlijk hard. Misschien ben ik wat te hardhandig. Maar dit is echt, je klopt het er zo uit. Net als vroeger met verf. Ja. Nou, en toch, hè, want ik schilder al heel lang gewoon met gel eigenlijk. En toch ben ik nog wel eens geneigd om in dat bekertje zo te... Ja. Nou, ik heb ook wel eens, als ik thuis aan het werk ben, toen met Julia voor op Jeven, dacht ik echt, nou, ik ga nu iedere avond bloemen maken thuis. heb ik gewoon een deppendish gevuld met prep en wipe. Ja. En dan gewoon daar steeds mijn penseel in schoongeslagen, zeg maar. Dat werkt best wel goed. Ja. Maar dan merk je wel pas hoeveel pigment die liner white eigenlijk is. Want het wordt echt zo boef, een wit water. Ja. Nou, ik heb op mijn paper palette heb ik dus 4 van de nieuwe kleuren liggen. Oeh. En ik ga hem heel eventjes on the top shot. Oh my god. Cool, hè? Ja. Echt lekker zomers. Dag kleurtjes. Dag. Oké. Nou, ik ga hierin schijfje meloen maken. En hierin ga ik de meloen de buitenschil maken. Nou heb ik had ook color concentrates op mijn paper palette liggen. Daar had ik net al een mix van gemaakt voor de krullen. Ja. En nou ga ik datzelfde groen, dat ga ik gebruiken voor het buitenste randje van mijn schil. Dus een beetje een donkergroene kleur, hè? Ja. Maar heb je bijvoorbeeld een donkergroene gel polish, kan dat natuurlijk ook. Ja, want nu maakt het niet uit dat hij niet dat hij transparant is. Nee. Nu gebruik je het alleen als een kleur. Ja. Dan leg ik daarnaast een klein beetje mintgroen. Een beetje een kleuroverloop krijg. Ik zie dat Mandy reageert dat ze die combinatie speciaal online heeft gezet. Om aan mij te laten zien. En ze vond zelf ook een wauw-effect met dat Royal Blue en Panterprint. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Marit heeft hartjes in de oogjes. Wendy, daarbij loopt het beeld vast. Misschien dat je even in en uit moet loggen. Desiree zegt, wat ben je toch een bofkont dat je met de nieuwe kleuren mag werken, Lin. Ja, vind ik ook. Ja, en Jessica zegt, zei ik toch, gaaf combi. En rood-zwart naast Panter is ook super vet. Ja, dat weet je, want dat is jouw trademark, Neil.
van Jessica. Oké, ik zie een hele mooie bos haar. Ja, dankjewel. Je gebruikt nu de roze. Ja, nou, zo ziet het er nog een beetje gek uit. Ik ga met mijn detailer 3, ik veeg hem gewoon even af aan mijn nail wipe. Dan ga ik de kleuren een beetje door elkaar blenden. Ik had dus die color concentrates, mintgroen, en ik heb een beetje wit neergelegd en roze. En dat blend ik een beetje door elkaar. Ja, je houdt die schil niet gescheiden, zeg maar? Nee, ik zie alleen, want mijn color concentrate loopt uit, dus die duw ik even terug naar voren. Ja. Zo. Nou, hij vlekt nu een beetje. Ik ga sowieso nog even een tweede laag aanbrengen. Ja hoor, het is natuurlijk ook warm, hè? Ja, het is echt heel erg warm. Romy zegt, lijkt net een watermeloentje met die prachtige kleuren. Nou, dat klopt, want dat wordt het ook. En, nou, Wendy is er weer. Jessica zegt, true. Nee, het is nu al meloenerig. Het is nu al meloenerig. En ze zegt, zo leuk, lieverd. Ja, okay. Leuk. Ik was zelf niet zo creatief geweest dat ik had bedacht een vlinder met watermeloenvleugels. Dat is wel, ja... Creatief. Nou, ik vond het ook behoorlijk creatief. Ja. Nou, ik ga even een tweede laag aanbrengen. Ja, want je hoeft natuurlijk je nooit zorgen te maken. Je kunt altijd een extra laag aanbrengen. Bij sommige designs is dat zelfs echt essentieel. Bijvoorbeeld bij One Stroke met gel moet je ook altijd een tweede laag aanbrengen. En je ziet nu ook dat die veel feller wordt. Ja. Neem deze ook gelijk mee. Kijk, en nu breng ik hem... Nou, ik ga even stotteren. Ik breng hem gelijk wat dikker aan. Dan is hij ook dekkender. Een beetje mintgroen nog. Wat color concentrates. Klein beetje wit. En eigenlijk maak je nu ook een ombre. Ja. Ja, heel veel schaduwen en highlights zijn eigenlijk ombres. Of eigenlijk fadings. Ja. Wanneer zijn we begonnen dat ombre te noemen eigenlijk? Geen idee. Want vroeger was het inderdaad gewoon een glitterfading. Ja, een fading. Nou, ik ga lijmgroen. Breng ik onderin de vleugels alvast aan. En eigenlijk, dit zijn nu allemaal vlekken en vakken, maar straks door met zwarte lijnengel die vlinder definitie te geven, wordt die echt dat je denkt, oh. Oh, Bianca zegt, Bianca van Steenderen zegt, Romy van Steenderen is gek op watermeloenpepijnbureau. Oh, ik snap hem, Romy van Steenderen en Bianca van Steenderen. Familie, ja. Oh, dat is, nou, ik was vroeger ook gek op watermeloen. Echt. Nog steeds, lekker. Ik vond alleen altijd die pitjes. Ja, dat vond frustrie. Ik altijd jammer. Ja, want of je bent een uur bezig ze er eerst allemaal uit te halen. En dan ben je in een halve minuut klaar met eten. Ja. Of je hebt zoveel zen dat je gewoon gaat eten en er zitten al die pitjes in je mond. Ja. Die ik dan wel doorkoude ook. Oh, echt? Ja, ik was wel best gulzig als het er ging watermeloen. Nou, die witte die koude ik wel door, maar de zwarte pitjes nee. Okidoki, we gaan kijken. Ik wil het witte hier ietsjes frisser hebben. Zo. En nu is het een strakke lijn, dus ik blend hem een beetje naar beneden uit. En dat doe ik ook bewust een beetje stipperig. Dat zie je in een meloenenschil namelijk ook. Ja, zodat je een beetje... Ja, dat is slim van je, ja, ja. Nou, dan ga ik weer... Wat ga ik nu doen? Ik ben een beetje van slag. Heb je het in de gaten? Nee, dat maakt niet uit. Je gebruikt weer wat concentrate mengsel, ja. Dus de groene kleur. Ja, die ga ik wat streepjes zetten, wiebelig. Dat vind ik dus moeilijk, hè? Omdat ik zo gewerkt heb eigenlijk altijd aan die krullen en aan de strakke lijnen, vind ik het lastig om niet strakke lijntjes aan te brengen.
Ja. Nou, dit zet ik ook weer even vast. Dit wordt eigenlijk de schil, zeg maar. Ja, de buitenkant. Ja. Dus gewoon echt de meloen. En als je hem opensnijdt, heb je de bovenste vleugel. Ja. Ik zal het voorbeeldje nog even erbij leggen, wat ik voorheen heb gemaakt. Cool, cool. Ik zie dat intussen Jaap en May ook aan het kijken zijn. Hallo. Dus, hallo. Hi. Ik schakel weer verkeerd. Ik kan niet en hier kijken en daar kijken en daar kijken. Dat is, het went een beetje. Maar oké, okay, wat gaan we nu doen? Ik ga naar je, hij is dus nu in deze fase. Ja, ik ga nu met zwarte lijnen gel gemixt met de Cerisa Sweeties. Ga ik de vlinder omlijnen. Dun. En ik heb dus ook echt maar een beetje gel aan mijn penseel. Ja. Zorg er dus voor dat je geen druppeltje hebt, want dan krijg je een dik stukje. En je zet dit eigenlijk ernaast neer, er tegenaan. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, ja, klopt. Penseel hou ik vrij plat. Ja, jij houdt echt het meest van het rhinestone nail art penseel, hè? Ja, maar ik vind vooral de Catharina's Choice vind ik ook een fijn penseel. Dat zou ik ook hiervoor kunnen gebruiken, hoor. Wel even maar vieren. Deze heb ik net al gebruikt, dus die ligt de dichtst in de buurt. Ja, het is leuk om te merken dat iedereen zo zijn eigen penseelvoorkeur heeft. Jessica zei gisteren ook in de live, luister, je moet je eigen voorkeur in penselen ontdekken. Want dat voor jou heel fijn werkt, hoeft dat niet per se voor een ander ook te doen. Cindy Boukheut is er ook bij. Goedenamiddag iedereen. Hallo Cindy. Leuk dat je erbij bent. En Romy van Steenderen zegt, als mama weer les heeft van je, ga ik mee en dan mag jij een watermeloentje schilderen, Lin. Nou, als je heel lief bent, Romy, dan doe ik dat. En Ingeborg zegt, je kunt tegenwoordig ook die watermeloenen kopen zonder pitjes. Nou, dat is natuurlijk wel heel handig, dacht ik. Dus ik heb meteen een likeje gedaan, maar eronder reageert mee. Ja, van Haribo. Maar ja, die zijn dan ook heel erg lekker natuurlijk. Ja, lekker veel suiker ook erin. Mm-hmm. Nou, andere vleugel. Ja, en zijn Ambrosia zegt, die kleuren, ik kan niet wachten. En Marit Pieter zegt ook, die nieuwe kleuren, echt mega, mega prachtig. Nou, wil jij nou kans maken op de nieuwe collectie kleuren, waar dit er een aantal van zijn? Dan moet jij dus een design maken met een combinatie van fruit en krulpatronen, zoals Linda dat nu laat zien. En dat moet je opsturen naar info@nailtalklive.com en dan zorgen wij ervoor dat jij als eerste de nieuwe collectie hebt. Dat duurt nog wel eventjes, maar wel als eerste. Waar ben je nu, Lin? Bij het lijfje. Ietsjes naar achter toe, ja. Ja, dan wordt het wel echt plotseling meteen echt een vlinder, hè? Ja, dan snap je een beetje de vlakken. In het begin denk je, hè? Het is iets voor vlekken benden. Zo, dan zet ik hem even vast. Ja. Hoe lang zou je dat vastzetten nu? Nou, met dit mengsel? Een paar seconden. Het is maar dat het... stel dat ik iets straks wil corrigeren, dat ik het niet wegveeg of dat het niet uitloopt. Dus echt 10 seconden, 5 seconden. Ja, oké. Okay. Mee zegt, zo leuk als ik in beeld ben, Pepijn. Je bent net de waarzegster. Nou, jullie moesten eens weten. Ik heb hier een lamp, waardoor ik hier half verblind ben. Ik heb hier een lamp, maar als ik daar niet op let, kijk maar wat er gebeurt. Dan ga ik schijnen als een biljartbal. Ik heb hier allemaal schermen die ik moet kunnen zien. En daarachter glas zijn jullie. Dus het is inderdaad een beetje hoe. Maar ja, ach. Het is zo geweldig gemaakt, deze regieruimte door Jaap. Dat het is gewoon echt... een genot om hier te werken. Je bent nu opnieuw met de concentrate mix bezig. Ja, ik heb er nog wat bij gedaan om het toch wat donkerder te maken. Ja, ja, ja. Zou je dit in een set, zou ik maar op 2 nagels doen, hè, denk ik. Ja, max. Max 1 nagel. Ja. Even in de lamp. Omdat het is hier echt heel erg warm. En de color concentrate, ik leg hem neer en hij loopt gelijk uit. Dus vandaar dat ik hem gelijk vastzet. Jessica vraagt of stelt, denkt dat ze niet mag meedoen met de wedstrijd. Nee, ik denk niet dat we dat... Nou, het is misschien wel leuk als je iets maakt. Dan kunnen we dat laten zien. Alleen je wordt niet de winnaar. Wendy vindt ook dat ik net lijk op een glazen bol. Of de waarzegster. Ik weet niet of ze nou bedoelt, hij lijkt op een glazen bol of op een waarzegster.
Ik voel me af en toe beide. Je bent nu stipjes aan het aangeven. Ja, de lekkere zwarte pitjes. Ja. Ik leg een druppeltje neer en ik tel mijn penseel op. Want ik wil wel dat het echt een pitjesvorm heeft. Dat het geen stipje wordt. Cindy Boukhuit. Ja, als ik het goed uitspreek hoor, sorry. Maar Cindy in ieder geval. Ik krijg zin in meloen. Nou, ze is niet de enige. En dan veeg ik mijn penseel even af. En dan pak ik een heel klein beetje gel. Ga ik hier nog wat... Klein beetje zwart toevoegen. Zie je dat ik automatisch een strak lijntje zet? Ja. Nou ja, hij is niet heel strak hoor, schat. Nou ja, dat wil ik gelijk. Je wil van nature die kant op, ja. Ik heb daar best wel soms moeite mee om een wat minder strak lijntje neer te zetten. Nou, dan ga ik nog wat highlights aanbrengen. Ja, dat ga je weer met je mix van wit doen, denk ik, hè? Ja. Nou, kom. Je moet alleen even op je hoofd letten. Ik weet dat het lastig is. En dat doe je op de rand, op het zwart? Ja, iets te zwart. Wendy Maria zegt, ik wil altijd jouw complete naam zeggen, Wendy Maria. Wendy Maria Arenaar zegt, dus fruit met krullen. Ja, en dat is natuurlijk een heel breed iets, hè? Fruit met krullen. Maar een design gemaakt met fruit en de krullen van Lin. Dus ik ben heel benieuwd wat voor inzendingen dat gaat brengen. Want ik heb echt, ja, ik ben echt heel erg benieuwd. En dan win je dus die nieuwe collectie als die er is. Ja, hij is zo mooi. De collectie dan, hè? Nu gaat dit. Oh, Cindy zegt, je spreekt het uit als boekhuid. Nou ja, veel onnodige letters in mijn achternaam, maar ik ben het gewoon dat die verkeerd uitgesproken worden al mijn hele leven. Nou, dat probleem, Cindy, ken ik. Ik heet Borel, met een accent graaf, en ik word stevast mevrouw Borrel genoemd. Ja, dus ik kan je de hand schudden. Even een digitale hand. Nou, ik heb een tipje in de lamp gedaan. En ik ga hem zo meteen aflakken. Alleen de vlinder met Supreme Finish. Ja. Want ik vind het leuk als het witte mat blijft. Je zou bijvoorbeeld ook heel de vlinder mat af kunnen lakken. En dan met de topgel uit de pot wat druppeltjes neerleggen. Ja. Zodat het lijkt alsof er echt vocht uit de meloen komt. Is ook leuk. Oh. Oh ja, dat klinkt wel leuk, ja. En dan is die klaar. En nou vind ik zelf... Hem niet super goed gelukt. Nou. Kijk. Ik had hem eigenlijk hier nog wat meer mogen schaduwen, maar goed. Nou, het gaat om de techniek en om het idee. Precies. Nou, Femke zegt net, mijn vriend gaat nu zijn motor repareren met magnetic lijm. Goed spul, ik ben heel benieuwd. Nou, ben ik ook echt wel benieuwd naar wat daarmee gaat gebeuren. Met de tiplijm? Ik denk het, ja. Oké. En Sheila van Straten reageert op mij, mevrouw Borrel, hè, dat ze zegt, en ze zegt, of ze kennen je gewoon goed, Pepijn. Ja, het is mooi hoe je het bekijkt. Ja, maar dat doen mensen inderdaad echt veel. Dat was ook in jouw salon nog. Als er dan gebeld werd, dan vroegen ze heel vaak inderdaad naar de heer Borrel. Ja, maar ook echt heel vaak naar mevrouw Borrel. Ja, nou, het doet er niet toe. Gaat er niet om. Je ziet nu wel dat nu je die topgel aanbrengt, het al veel meer in elkaar overblendt, hè? Ja, dan gaan die kleuren, inderdaad, het vlekkerige gaat weg. Maar ik vind zelf, ik had hem hier wat meer mogen lowlighten. Ik vind nu de vlinder ook plat. Ja. Ik vind hem zelf niet super goed gelukt. Maar goed, dat heb ik dus ook wel eens. Ja, maar nogmaals, ook Jessica zegt dat twee van zulke vlinders en dan op de rest van de nagels die hot pink kleur. Dan heb je gewoon een ontzettend leuk effect. Ja. Je had ook bijvoorbeeld kerstjes gedaan, dan heb je dan die steentjes op gedaan. Ja. Waardoor je toch gewoon echt een hele leuke, technisch niet heel ingewikkeld, maar wel heel leuk. Klopt. Ja, het is echt ik heb ook deze ook kersen. Cool. Ja, en deze is dan mooi. Wat meer veetwerk. En dit is eigenlijk alleen de vorm neerleggen, takjes toevoegen. Een klein beetje goud, pigment of lijnen goud of wat je aan goud hebt. En steentjes erop inderdaad. Ja.
Dus je kunt het zo moeilijk en zo makkelijk maken als het jezelf wil, inderdaad. Ja, Cindy zegt ook, Linda, zo niet negatief doen, hè. Hij is hartstikke mooi. En dat zegt Marjan van Brummelen zegt ook, doe het je niet na. Pff. En Joey zegt, superleuk geworden. En Wendy zegt, ja, hij is prachtig. Nou, dankjewel. Ja, dus ik krijg ook hartjes, het is hartstikke leuk. Nou, het is ook niet dat ik hem verschrikkelijk vind, maar... Je bent perfectionistisch. Ja, te. En dat moeten we eigenlijk ook allemaal loslaten, hè? Perfectie is een mening. Ja. Ja, dat heb ik geleerd van Debbie. Perfectie is een mening. Klopt. En May zegt ook, hij is leuk, Lin. Jessica, hij is gaaf. Tine zegt wat mooi. Lian zegt heel erg mooi. En Ingeborg zegt ook heel erg mooi. En Femke zegt over die lijm. Alles wat los en vast zit in het huis weer vastlijmen. Werkt als een malle. Met een magnetic nagellijm. Oké. Misschien moeten we grotere verpakkingen nemen dan. Nou, ik heb wel eens een schoenzolf, maar goed, daar gaat het niet om. Cool. Nou, hij is dus klaar. Ja. Zo is hij geworden. Ja. Zal ik de rest nog even bijpakken? Ja, doe maar, dat is leuk. Dit is dan nog een variant van een vlinder, maar dan van citrusfruit. En dan heb ik onderin de blaadjes gedaan. Ja, dus ja, ik zie het, ja. Even kijken. Nog een vlinder. Ja. Dan heb ik nog een watermeloen op een hele nagel gemaakt. Mm-hmm. Een papaya met blaadjes. Ja, leuk. Nog citrusfruit. En hierbij is het ook leuk als je van die druppeltjes erop maakt. En dan misschien een wat lichtroze druppeltje, zodat echt het sap eruit loopt. Oeh, ja, dat is leuk. Ja. En dan mengen met concentrate natuurlijk een klein beetje. Of met glass gel polish. Ja. Druifjes. Ja. En hierbij heb ik ook een nieuwe tint gebruikt, paars. Mm-hmm. En die heb ik gewoon eigenlijk vlekkerig aangebracht. Dan heb ik met topgel uit de pot heb ik balletjes neergelegd. Ja. Ik ga een stap te snel. Daaronder heb ik eerst paars pigment aangebracht mm-hmm. van de Colorful Chromes. En daar overheen heb ik dus topgel uit de pot gebruikt en daarmee balletjes neergelegd. Wacht even, B zegt als reactie op die lijm, hè, ik geef het met je, want anders is het gek, zegt, nou, ik heb wel eens het gebit van iemand gelijmd, waarop Femke vraagt, de hele mond dicht gelijmd dan? En Desiree zegt, is een echt een hele mooie serie geworden, Lin. En Cindy vraagt, Pepijn, zien we jou ook wel eens aan de andere kant van de nageltafel? Ja, dat kan ik wel weer eens doen, maar dan moet iemand anders hier zitten. En dat moeten we dan een keertje gaan bedenken hoe we dat gaan doen. Maar kan ik wel eens doen. Alleen dat wordt dan toch iets zoals 3D-bloemen. Dat kan ik een beetje wel leuk, ja, denk ik. Dat is misschien wel leuk een keertje in de middag. Ja, superleuk. En Gillian kan misschien achter de... Ja. Ja, dat of ik wil het ook wel proberen dat Gillian schakelt en dat ik daar ga praten. Ja, ja, nou ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, als ik zelf aan het praten ben, hou ik niet echt op, hè? Nee, daarom. Maar dan kan ik de comments voor je bijhouden. Ik ga even kijken. Wilma zegt, geweldig dat citrusfruit. Oh, zo mooi. Desiree, prachtig. Medi zegt naar Femke, ja, met traanoogjes. En Jaap zegt, nou, daar kom ik dan wel voor, om hier te kunnen schakelen. Ja. Marjan zegt, ja, superleuk. Jessica, dan schakelen we allemaal wel. Linda, Magnetic en Wendy. En 3D-bloemen met powergel. Ja. Ja, dat zou ik nog altijd een keertje gaan proberen. Passiegel. Oh, dat is trouwens leuk. Aanstaande dinsdag. Ik ben er weer. Hey. Als ik enthousiast word, word ik altijd een beetje te enthousiast. Voor de mensen die mij kennen, weten dat. En ken je me nog niet, dan zie je het wel. Dinsdag gaat Wendy dus die abstracte geometrische nagel maken met een vierkante C-curve en dan met een bewegende onderdeel daarin, een soort draaiende diamant, maar ook plastigel rozen. Dus, ga ik even kijken Femke, als jij wil zien hoe je 3D-bloemen maakt met plastigel, Wendy is daar heel druk mee bezig en ik kan je één ding verklappen, die zijn echt heel erg mooi aan het worden, echt prachtig. Dus dan moet je dinsdag kijken om 2:00. Woensdag hebben we natuurlijk Nail Talk Live, de show waarin Julia Vorobieva laat zien hoe zij het gezicht maakt van niemand minder dan Chris Hemsworth. En als je niet weet wie Chris Hemsworth is, hij is Thor in de Marvel films. Of in ieder geval gewoon, aha, erg leuk om naar te kijken. Ook
in een demo als het gaat om nagels. Op donderdag is Annelies bij mij. En Annelies gaat zien, laten zien hoe je bridal nagels maakt. Dus een French manicure, variaties, 3D bloemen, parels. Nou, echt bridal nails. Want uiteindelijk is dat natuurlijk toch ook iets wat best wel vaak wordt gevraagd. En op vrijdag, Lynn, ben jij er weer. En daarvoor hebben we nog een onderwerp nodig. Dus heb jij ergens behoefte aan? Wil jij iets zien? Is er een bepaalde techniek die jij graag een keertje wil zien? Laat het ons weten en dan kunnen wij dat verwerken in de show. En dan, ja, dan pakken we dat meteen op deze week. Dus kom met ideeën. En anders bedenken we natuurlijk wel ideeën, want ik bedoel, dat is natuurlijk deel van ons werk. Klopt. Ik vind het ook wel leuk om uitgedaagd te worden. Ik vond vorige week toen iemand begon over fruit, dacht ik, oh mijn god. Maar ook dat is gelukt, dus ik vind het leuk om uitgedaagd te worden. En anders, ik heb ook nog wel een ideetje, Pepijn, dus komt goed. Nou, en ik heb al een uitdaging gekregen van Wendy Maria. Zij wil graag een papegaai. Nou, kan ik je vertellen, Wendy, dat in de, ik denk de eerste show van dit seizoen, Nail Talk Live, de eerste of de tweede show van Nail Talk Live, heeft Deborah laten zien hoe je met gel polish een papegaai maakt. Als je nou naar YouTube gaat, Magnetic Nail Talk, dus YouTube, en dan even intoetsen, Magnetic Nail Talk, daar kun je alle losse demo's vinden uit de Nail Talk Live show. Want in de show hebben we soms al 8 verschillende demo's, maar al die losse delen kun je daar vinden. Als je dan kijkt naar de speellijst, playlist Deborah, of je zoekt even op Deborah, dan kom je tegen Deborah Papegaai. En dat is echt een hele mooie papegaai die zij heeft geschilderd, met zo'n rode kam. Echt prachtig. Dus kijk daar even. Sowieso, als je even wilt terugkijken naar vorige afleveringen, of al die demo's even los wil zien, ga dan naar YouTube, Magnetic Nail Talk, en kijk mee naar de verschillende demonstraties. Ook leuk om te melden dat vanavond om 8 uur we weer de Engelstalige show hebben, Nail Talk Live, UK version. En daarin hebben we de demonstratie van Julia Vorobieva, en dat waren natuurlijk die pauwenveren, nog een keertje. We hebben Julia Koncharova, die op een rode ondergrond hele mooie bloemen schildert. We hebben Natalia Gritsenka, die een, even nadenken, wat was dat ook alweer, een mermaid nagel maakt. Een mermaid met glitter. Ik heb vanochtend een aantal andere filmpjes van haar gekeken. En Jessica natuurlijk, die laat zien hoe je Jostevo maakt. Dus ja, heb je vanavond zin in Engels, moet je vanavond kijken. Kortom, je hebt eigenlijk bijna iedere dag kans om iets leuks te zien. Ja, superleuk hè, dat we zo elkaar kunnen inspireren. Ja, Maria zegt wel, ja dat ging zo snel en was maar deels uitgelegd. Ik zal nog eens kijken. Dan is het misschien een idee om daar een keertje voor te vragen of Deborah daar dan voor komt live. Omdat dat is natuurlijk eigenlijk haar techniek. Dat is dan misschien wel een leuk idee. Toevallig had ik het er gisteren over met mee om een keertje aan Deborah te vragen om een live sessie met ons te doen. Dus dan ga ik aan haar vragen of ze dat wil doen. Dus dan is het toch een goed idee van je. Ja, en Deborah kan het ook echt heel mooi. Dus ik zou het wel leuk vinden als ze komt. Ja, en Deborah zit te kijken, dus ik moet dan maar even een date plannen met Deborah. Leuk. Ja, ik heb mijn tips laten zien van vandaag. Nog even, ja, je kunt dus een hele leuke prijs winnen. Je kunt alle nieuwe gel polish kleuren van de summer cocktails die gaan komen, kun je dus winnen. Laat een mooie tip zien met een fruitachtig design en met een krullen design. En wie weet, ben jij de winnaar? Stuur de foto dan in naar info@nailtalklive.com en post hem op Facebook en tag mij. Dat kan ik zelf wel zien. Ja. Ja, heel erg bedankt, Lynn. Graag gedaan. Voordat we ermee stoppen voor vandaag, wil ik jullie nog een keertje vragen. Is als je nou een keertje ergens iemand ziet die vraagt online van, hey, waar kan ik nou eens een leuke cursus online doen? Of waar kan ik eens inspiratie op doen online? Noem eens Nail Talk Live, de pagina. Want ik zie echt heel veel opmerkingen, maar ik zie eigenlijk bijna nooit ons ertussen. Terwijl we dit natuurlijk wel voor ons allemaal aan het maken zijn. En met heel veel liefde, met heel veel passie, met heel veel plezier. Dus ja, nodig mensen eens uit om ook eens mee te komen kijken. Linda, ik wens jou nogmaals heel erg bedankt. Heel graag gedaan, jij bedankt. Ik zie jou maandag. Ja, want dan gaan we, ondanks dat het Koningsdag is, met de nieuwe producten aan de slag. Heel veel zin in. Ik heb al wat dingen gezien, dus kan niet wachten. Daar maken we een hele leuke dag van. Ik bedoel, we hebben toch de mogelijkheid, hè? Ja. En jullie heel erg bedankt voor het kijken. Iedere keer weer. Ik vind het ontzettend leuk dat we zo'n trouwe groep mensen hebben die iedere keer meekijkt. Fijn weekend, fijne Koningsdag. En natuurlijk, blijf gezond. Hou afstand en
samen komen hier ons natuurlijk doorheen. Maar in de tussentijd hebben we in ieder geval Neil Talk Live en al deze shows om in ieder geval geïnspireerd te blijven en te blijven genieten van ons mooie vak. Ik wens jullie hele fijne dagen. Tot dinsdagmiddag, 2:00, Wendy met plastigel en geometrische nagels. Lin, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.